Ja, eentje die ik vandaag wou delen was, ik ben sinds een weekje op TikTok. Ja, dat is mijn gechallenged en plus dat is de plaats waar dat de kinderen zijn, dus nu volgen ze mij eigenlijk ook via TikTok. Terwijl ze alle andere kanalen ja, niet echt volgen. Nu was ik op TikTok en werd al direct gefeliciteerd door de kinderen dat ik mijn eerste troll al had. Dus ook op TikTok, net als op Facebook, als op of als je een artikel van de Gazette hebt, kun je heel veel negatieve reacties krijgen. Bij voorkeur door mensen die dan toch semi-anoniem de aanval inzetten tegen dingen die je deelt. Nu was het doel van mijn kanaal van TikTok, is eigenlijk. We zijn ondertussen al 8 jaar bezig met coaching van kinderen, tieners, volwassenen rond hoogbegaafdheid. En we hebben zelf ook 4 tieners. Eén in het derde, één in het vijfde, één in het zesde en één in het hoger. En ja, deels zien we ze groeien op basis van de dingen die we ze hebben bijgebracht. Vooral de mindset, hè. Voor de mensen die twijfelen, Growmy Coach, Growth Mindset, gaat effectief door een groeimindset hebben voor de uitdagingen. Deels door de kennis rond hoogbegaafdheid die we gedeeld hebben, niet alleen in theorie, maar ook met walk the talk. Allee, een heleboel elementen maken dat ze het pad afleggen die ze nu aan het afleggen zijn. Natuurlijk ook de keuzes die ze daar zelf verder in maken, gaan dat pad verder bepalen. Maar dan dacht ik van ja, als ik op TikTok dingen zeg, dan moet het toch eigenlijk zijn zaken die ik graag had geweten als ik jong was. Ik denk dat we dat allemaal regelmatig wel een keer hebben van, oh, had ik dat nu geweten als ik jong was, hadden ze mij dat maar geleerd op school, dan. Koop je natuurlijk niks van. Maar als ik dat natuurlijk zou kunnen delen met jongeren, en ze gaan ermee aan de slag, dan zijn er eigenlijk een heleboel heel krachtige tools die, ja, voor hun een impact hebben voor jaren. Voor mij is het maar een impact voor ja, kleine 50 jaar, hè, want ik ben nu 48. Mag toch zeker nog wel 50 jaar bij doen, mag ik dan dromen. Maar voor hun is dat echt nog een impact voor hun hele leven. Dus ik begin met een reeks filmpjes te maken er rond. Hè. Je kent de klassiekers, de mindset. Je weet dat ik Covey van ben. En ik had in een van de filmpjes nu gezegd van. Ja, van mijn hoogbegaafdheid, van dat er nog andere kenmerken waren. En ik had terloops ook laten vallen dat ik nooit een IQ-test heb laten doen. Niet per se omdat ik daar tegenop zag, maar gewoon omdat we ondertussen door de jaren heen eigenlijk al meer dan goed genoeg weten dat je geen IQ-test nodig hebt om te weten dat je hoogbegaafd bent. Het is waar, alleen met een IQ-test ben je 100% zeker. Maar ja, wat zei de met in een bulletin? Als het daarachter toch hetzelfde leven zou leiden, dus eerder dan het resultaat, het IQ-getal, is vooral de andere kenmerken heel relevant. En is het vooral relevant zelf op zoek te gaan naar een pad waarop dat je kan groeien. Waarop dat er een hint van ja, misschien toch wel nuttig zou zijn voor die IQ-test. Want ja, hoe kan ik anders weten dat ik hoogbegaafd ben? En dan ging het eigenlijk in cascade van kwaad naar erger. Tussen, ja, hoe straf dat eigenlijk was dat ik dan mijn eigen hoogbegaafd durfde te noemen, terwijl dat ja, tegen alle wetenschappelijke kennis en terwijl dat er al genoeg wetenschappelijke kennis ondertussen vergaard is, die weet dat er meer dan IQ aan de hand is. Plus, het feit van die IQ-test is al niet een wettelijk bepaald gegeven dat je niet zou hoogbegaafd mogen noemen als je geen IQ-test hebt. Dus, allez. En dan zei hij ook nog in een van zijn laatste posts: het zou wel straf zijn moesten ze bij Mensa ook gewoon iedereen toelaten die zich hoogbegaafd noemt. Het zou nogal wat worden met de wereld. Dan zat ik natuurlijk te peinzen: ja, één, Mensa. Die focust zich dan vooral op die intellectuele aspecten. En dus eigenlijk ja, op dat IQ en kennis en zo. We hebben veel van onze klanten die. Wel met mensen in contact geweest zijn om daar niet echt gelukkig te worden.
net omdat ze zich alleen concentreren op dat cognitief sterke. Ik zit er zelf niet bij, dus het is van horen zeggen. Het kan ook weer een interpretatie zijn. Maar ten tweede, ja, Mensa denk ik vraagt al, ook al geen IQ-test, maar gaat gewoon zelf een test doen om het niveau te bepalen. En dan nog terzijde, we weten ook al door, ja, door de jaren heen, de ervaring, als een school zegt tegen de ouders van ja, we hebben een IQ-test nodig, want anders kunnen we niks doen, is dat voor ons al een alarmsignaal. Want ja, de school moet kijken voor elk kind, wat is het groeipad, hoe kunnen we zorgen dat dat kind genoeg uitgedaagd wordt, dat hij in de zone van naaste ontwikkeling zit, dat dat zich aan het ontwikkelen is, dat dat gelukkig is. Daar hebben ze allemaal die test niet voor nodig. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je kunt doen door andere tools in te zetten, door te toetsen, hè, door dingen aan te passen en te kijken wat het effect is. Hè. Komt er tempo in dat groeipatroon of net niet? Allee, groeipatroon is niet het juiste woord, maar ik kan nu even hier op het juiste komen. Dus goed, IQ-test is eigenlijk ook voor een school niet het meest relevant. En voor volwassenen eigenlijk al helemaal niet, want als ik nu kijk naar het eigen aanbod en het aanbod van een loopbaancoach, voor loopbaancoaching vragen wij ook geen IQ-test. Hè. Voor loopbaancoaching gaan wij op zoek naar die talenten. Hè, wat motiveert u intrinsiek? Wat geeft u energie elke morgen om de dag te starten? Of wat geeft u net geen energie vandaag als je naar uw werk gaat? En ga van daaruit, van de talenten, van interesses, en dan naarlang de loopbaancoach met andere tools, ja, op zoek naar... Oké, eventueel zelf met kleine dingen aan te passen, kan je eigenlijk al grote stappen zetten in je carrière. Het is om een lang verhaal nog langer te maken. Ik had dus mijn eerste troll die daar frontaal in een aanval ging. En ik betrapte mij er eigenlijk op dat ik mijn cirkel van invloed en mijn cirkel van betrokkenheid veel moeilijker onder controle kreeg. Want het was zo'n... Een gesprek in doofmanshoren, dus eigenlijk alles wat ik van argumenten gaf, gaf weer een reactie die me eigenlijk alleen maar kwaader maakte. Maar eigenlijk was er verdoken dus ook bij mij vooral het emotionele die speelde en niet meer het cognitieve denkproces en het feit dat we moesten kijken naar het cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. En dan dankzij een collega die mij opwees dat er daar ook een studie rond is, ik moet ze nog lezen, die aangeeft dat je eigenlijk drie filosofieën hebt rond hoogbehaafdheid en dat we gewoon alle twee vertrekken vanuit een andere filosofie, lees in COVID-termen, een ander paradigma. En dus ja, zolang dat je niet start vanuit het punt dat de ander van een ander paradigma start, ja, ga je natuurlijk ook niks kunnen bijsturen in het gesprek. En is dat een gesprek dat eigenlijk nooit succesvol kan afgerond worden. Dus het... De lessons learned van die ervaring was eigenlijk vooral van, ja, één, het feit van als je je echt, ja, persoonlijk aangevallen voelt, dat je echt over een paar, iemand je aanvalt op een paar fundamentele dingen, dat je echt van mening bent van nee, dit is eigenlijk bijna de essentie van wie ik ben en wat ik wil bereiken, dat de emotie het heel rap gaat overnemen van de ratio en dat het dus eigenlijk, ja, op dat moment beter is van even een stap achteruit te zetten, iemand anders in te schakelen om een andere visie te hebben, die jou dan meestal toch, allez, als je een beetje je persoon kent, jou kan helpen om ja, de meer objectieve kijk te hebben, waardoor dat je net die cirkel invloed, cirkel betrokkenheid, maar zeker eerst begrijpen, dan begrepen worden, kunt toepassen op basis van in essentie kennis. Hè. Kennis wordt zo interessant als je het in praktijk meemaakt en een toepassingsgebied ziet. Dus, het was weer een nederige ervaring, omdat we die emoties voelden, emoties die super belangrijk zijn, maar emoties die ons ook vertellen dat ze tussen de theorie en de praktijk, ja, er natuurlijk ervaring en emotie gaan zitten en vooral ook neutraliteit. Daar waar dat voor mij een beetje als een persoonlijke aanval werd aangevoeld, terwijl dat ik wist dat we een sterk verhaal vertellen met Gromycoach, is het natuurlijk daarom ook belangrijk dat je soms een neutraal persoon hebt voor dingen in perspectief te brengen. En dat is bijvoorbeeld wat dat, ja, coaching doet, kinderen, volwassenen, loopbaancoaching. Het is interessant jouw verhaal eens te vertellen aan iemand die niet rechtstreeks betrokken is, omdat die net door die iets meer neutraliteit...
u eigenlijk kan helpen om weer tot objectieve inzichten te komen. Dus vandaar, het is een beetje een brede vandaag voor te delen, maar ik wou toch even delen. Ik ging het eigenlijk begin van de week al doen als ik getrold werd, want ja, ik heb mijn eerste troll blijkbaar op TikTok. Maar ja, ik had hier al mijn materiaal niet mee, dus dat is ook al wat moeilijk. Ik zit dan op de trein, dus daar zitten mensen bij. Dat is ook al moeilijk om dan te gaan beginnen rap een vlogje in elkaar te knutselen. Dus vandaag na een dagje thuiswerken in mijn wandelingen, want de 10.000 stappen blijven we doen, wil ik toch even delen van als je emotioneel opeens in overdrive gaat, weet dan dat je eigenlijk niet meer rationeel de correcte beslissingen gaat nemen. De beslissingen waar je achteraf gaat zeggen van ja, dat was mijn beste beslissing op dat moment. Het is altijd de beste beslissing op dat moment. Maar weet dat er dan beter is van even te wachten. Een neutrale derde persoon even af te toetsen. Om zo naar een meer rationele beslissing te kunnen gaan die minder gebaseerd is op jouw emoties. En meer gebaseerd is op de ratio van de dingen. Dus voilà, iets langer filmpje. Maar ik wou toch delen, want ik vind het altijd nog interessanter als het net zelf iets tegenkomt waar dat die emotie bij komt. Want dan komt elk model toch een beetje onder druk te staan. Maar dan is het toch altijd nog zo leerlijk als je dan toch geschakeld hebt en tot oplossingen zijn gekomen. Bye!